geleden de rug heeft toegekeerd. Dat was nogal wat, want het besluit van de groep Doe Maar om te stoppen leidde tot soms hysterische reacties bij de duizenden meisjesfans, die trouwens vaak niet veel ouder waren dan een jaar of 14. Mijn gast had er wel meteen definitief genoeg van. Hij verdween naar de achtergrond en heeft zich daar 8 jaar lang zorgvuldig schuilgehouden. Vanavond is hij hier omdat het bloed toch kruipt waar het niet gaan kan. Er is een nieuwe cd en dus ook een publiek optreden van Henny Vrienten. Als hapte en daarna de rest van het dier deponeerde op de knieën van een man met een donkerblauw pak op de eerste rij van het theater. Ik begin met een man die het podium 8 jaar geleden de rug heeft toegekeerd. Dat was nogal wat, want het besluit van de groep Doe Maar om te stoppen leidde tot soms hysterische reacties bij de duizenden meisjesfans, die trouwens vaak niet veel ouder waren dan een jaar of 14. Mijn gast had er wel meteen definitief genoeg van. Hij verdween naar de achtergrond en heeft zich daar 8 jaar lang zorgvuldig schuilgehouden. Vanavond is hij hier omdat het bloed toch kruipt waar het niet gaan kan. Er is een nieuwe cd en dus ook een publiek optreden van Henny Vrienten. Zou jij een paar regels willen voorlezen uit een liedje dat je zelf hebt geschreven? Het eerste liedje waarmee jullie groot succes boekten, Een Dag of Twee. Het is wel een beetje raar, 32 jaar en trillend op mijn benen als ze is verdwenen. Ze is van mij, ze is van mij, ze is van mij. Ga door. Mannen bij de vleet, wachtend in een rij, het doet me toch geen reet. Want ze kijkt naar mij. Liefde, o liefde, waar was jij toch al die tijd? Was dat iets? Hoe krijg je het op papier, hè? Nee hoor. Waar ging het over? Ging het over jou? Het ging over... Ik was toen ik dat schreef heel erg verliefd. Maar het is over inmiddels. Hoe is dat om over je eigen particuliere liefde en emotie een liedje te schrijven en dan vervolgens te ontdekken hoe een paar honderdduizend Nederlanders met jouw emoties op de loop gaan? Want iedereen komt meezingen. Ja, nou, in dit geval, de liefde is een algemeen goed. Dus in dit geval was het niet zo erg. Ik heb wel een paar teksten gezongen waar het een beetje moeilijker was. En de relatie waar ik toen zo verliefd op was, dat liep een aantal jaar later liep dat af. En terwijl ze de deur uitging, riep ze nog zoiets van, je loopt je lul achterna. En dat galmde nog een week of 4 in mijn hoofd rond, want het was niet niks. Het was wel waar, maar goed. En daar heb ik ook een liedje van gemaakt. En toen was er een matinee. Dat was een van de laatste concerten van Doe Maar. En een matinee wil zeggen dat het 's middags is en dus licht. Dus ja. Ik kon eigenlijk voor het eerst sinds heel lang ons publiek zien. En dat waren niet eens meer meisjes van 14, dat waren een heleboel kinderen van 6 en 8 die in vrolijke Doe Maar kleuren stonden te zingen van je loopt, je lul. Maar met iets in hun ogen van, ja, waar gaat het nou over? En volgens mij wisten ze dat ook niet. En dat was een beetje een pijnlijke situatie. Maar verder had ik geen last van het meezingen, dat wil ik even duidelijk maken. Heb jij ooit begrepen waar die rage eigenlijk op stoelde? Heb jij ooit begrepen waarom ze zo hard moesten huilen als jij daar stond te zingen? Ik probeerde steeds ik heb het niet begrepen. Maar ik probeerde wel steeds redenen te vinden, zoals het is te warm. Ze zijn met z'n te velen in een te kleine ruimte. Ze hebben de hele dag niets te eten gehad en dat soort. Dat was ook vaak zo, hè? Ja. Sommige van die grotere zalen gingen 's middags om 5 uur open en jullie begonnen om 8:30 of zo. Ja, ja. En wij probeerden daar van alles aan te doen, maar ik stond er toch als een soort bezorgde opa, voor mijn gevoel. Wat is jullie record aan flauwgevallen meisjes? Dat weet ik niet. Het was. Het werd in de pers ook zorgvuldig bijgehouden hoeveel er vielen en zo. En dat, ja, het schijnt dan een belangrijk fenomeen te zijn. Maar het was heel vervelend om te zien. Want je zag ook, er waren dranghekken. En daar zat een soort schuimplastic tegen, zodat ze niet verpletterd werden. Maar je zag echt kinderen, ja, paars worden. Want het ging van achter, werd er geduwd. En daarvoor was dan geen ruimte meer, want daar stonden wij.
Ja, het was niet leuk. Het was echt niet leuk. En dan sta je dan liedjes te zingen die over je geliefde of over je vader of over je jeugd gaan. En tegelijkertijd vallen ze om. Ja, ja. Nou, het was... Is het waar dat ze ooit een keer 6 maanden bij jou voor de deur hebben staan zingen? Een groepje diehard fans? Nee, dat is niet waar. Zes de apocryfe verhalen zijn dus ook... Mythes en legendes en het is allemaal wel overdreven. Het was wel zo dat het huis werd gevonden. Ze wisten waar het was en er waren wel eens wat doortastende fans die daar een paar dagen bleven staan. Maar het is natuurlijk echt allemaal... een paar dagen? Dag en nacht? Ja, het was daar niet leuk meer, omdat altijd de luiken waren dicht. En er gingen de vreemdste verhalen in Tilburg. En ook in een bepaald soort pers in het rond. Dat er toch wel vreselijke dingen moesten gebeuren achter die luiken. En ik zat gewoon in mijn eentje te flippen daar. Anders niks. Maar heb je dan achteraf kunnen vaststellen waarom jullie zo... waarom er zoveel van die kinderen, en ook niet alleen meisjes van 12... zo intensief met jullie... waarom jullie zulke... Nee. Maar hoe oud waren je eigen kinderen in die tijd? Ik had toen geen biologische kinderen. Ik had toen 2 pleegkinderen, die heb ik dan nog. En die waren 16 en 14 en die lachten zich echt te plek. Die hadden opeens een sekssymbool als vader. Ja. Die dachten daar helemaal anders over. En die bleven lachen. Die bleven echt lachen. Die vonden het allemaal belachelijk en die kenden mij heel erg goed. En die zagen mij als ik uit mijn bed kwam en... Die roken mij als ik op het toilet zat. Dus die konden met de beste wil van de wereld niet in mij een sekssymbool zien. Nee. En dat lieten ze je ook voortdurend weten. Dat was een mooie graadmeter. Ja. Als ik iets verkeerds deed, dan hoorde ik dat altijd meteen thuis. Want zij moesten naar school en zij kregen dat allemaal te horen. Wat zijn nou je andere motieven? Je gaf net 1 motief aan om te stoppen. Hè? Het moment dat je op een matinee kinderen van 8... Ja. Wat had je andere motieven nog om te stoppen? Of andere incidenten, zijn er andere aanleidingen geweest om het besluit te voorzien? Nou, een motief was dat wij vonden dat we onder te hoge druk weer een plaat moesten maken. En als je een plaat maakt en er zijn bij voor intekeningen, heet dat dan 250.000 verkocht en je hebt nog niks. Ja, dat is gewoon niet erg leuk. Een ander motief was... Wij speelden een keer als voorprogramma in Pinkpop en dat was heel erg leuk. En toen gebeurde er in een jaar ontzettend veel. En toen waren we het jaar daarop waren we hoofdact. Het was vrij ongebruikelijk, want er waren meestal beroemde groepen uit het buitenland. En er was een aantal mensen in het publiek, dat zag dat niet zitten. En die lieten dat duidelijk merken. Ik kwam op en ik kreeg paf meteen een appel tegen mijn hoofd. En toen dacht ik, nou... Als mijn verschijning dit gaat oproepen, hè, agressie, dan... Dan moet ik maken dat ik wegkom. Nee, dat is het niet leuk. En ik begreep de appelgooier. Ik had bijna mijn andere wang getoond. Ik begreep het ook wel. Echt ermee. Ja, tuurlijk. Waarom begreep je hem? Ja. Je kon geen kant op kijken. Je kon de radio niet aanzetten. Je kon geen blaadje openslaan. Of mijn hoofd stond daar. Of onze hoofden, beter gezegd. Maar dan heb je toch zelf meegemaakt. Je had dat toch ook kunnen weigeren? Ja, tuurlijk. Maar wie is zonder fouten? Maar toen je die appel kreeg, begreep je wel dat die man gewoon... Toen begon het te daken, ja. Nou, het is een... Niet vergeten, het is een hele lange tijd heel erg leuk om te ontdekken dat je muziek gewaardeerd wordt. Dat is waar iedere muzikant eigenlijk voor speelt. Maar... Nou, het mag absoluut niet als een klaagzang klinken. Want nee. Iedere dag nog ben ik heel erg blij dat het gebeurd is. En bijna alles wat ik nu doe, misschien zit ik hier ook wel omdat dat gebeurd is. Wie weet. Is het overdreven om te zeggen dat je uiteindelijk het succes van Doe Maar gewoon niet in de hand hebt kunnen houden? Dat het een succesproject was dat zichzelf om zeep helpt? Dat de krachten zo groot worden dat geen mens dat meer kon controleren? Dat weet ik niet. Het leuke van het bandje was ook de zwakte van het bandje. We hadden bijvoorbeeld ook zo'n manager zoals wij waren. Gewoon een jongen die redelijk over bepaalde dingen nadenkt. En die niet eraan dacht hoe hij zo snel mogelijk miljarden in zijn zak kon stoppen. En een goede manager, daar moet je meteen ook heel erg goed op passen. Want daar kun je moeilijk van afkomen ook. Tenminste, dat lees ik wel eens hier en daar. En we waren er allemaal niet op voorbereid, dus het management ook niet. En
God, ik denk dat er een heleboel mensen zijn die heel erg goed met succes om kunnen gaan. Maar ja, wij niet in ieder geval. Waarom heb je nou na... Je bent 8 jaar naar de achtergrond gegaan. Hè? Filmmuziek gemaakt, Magnificent Seven. Dat was op een podium in een theater. Ja, dus okay, wel, ja, maar dat toch niet zulke grote theaters. Je hebt iets gehad van, doe mij maar even achter de wand. Ja. En nou maak je toch opeens opnieuw een cd. Ga je nou ook optreden, theaters in? Dat klinkt meteen heel erg drastisch. Nee, het is een plaatje met een paar liedjes. Kan het ooit nog zover komen dat je weer diezelfde populariteit gaat benaderen als met Doe Maar? Zou je dat willen? Volgens mij, nee, dat zou ik niet willen. Dat kan ik vrij duidelijk zeggen, dat meen ik ook. Maar er is ook geen sprake van. Ik schuifel voorzichtig een plaatje op de mat. En ik wil er me niet voor verontschuldigen, begrijp je? Maar je zit een beetje nu aan tafel zo van, ik ben me de vorige keer doodgeschrokken over wat er gebeurd is. En ik ben van plan nu zo lang mogelijk low-key te houden om te zorgen dat in elk geval me niet nog een keer overkomt. Nou, we hebben daar toch met z'n allen goed voor gezorgd, denk ik. Want gebruikelijk is als een bandje uit elkaar gaat, dat er de volgende week 4 nieuwe singles op de markt liggen van alle 4 nieuwe bandjes. Dat hebben we allemaal niet gedaan. En er is echt niemand meer in Nederland die mij daarmee lastigvalt, behalve jij. Ja, dag. Jij hebt die nieuwe plaat gemaakt. Nou, ik vind het eigenlijk wel goed dat je het gedaan hebt, want het is een mooie. Zou je er straks iets van willen zingen? Heel graag. Dan zien we je aan het eind van dit programma terug. Henny Vriend. Okay.